Hey mensen, nieuwe woensdag, nieuwe podcast. And we're back. We hebben een speciale gast vandaag. Ja. Top, dankjewel dat ik erbij mocht zijn. Ja toch, zeker. Ja. Sharif, Studio Crypto. Klopt, klopt. Het was een lange trip, maar volgens mij is het helemaal waard. Dus, ja, precies. Ja, want van waar kom je vandaan precies? Hoe ver? Deventer. Dus dat is in het oosten van het land. Vanochtend vroeg weggegaan met de trein. Maar altijd goed om in het mooie Rotterdam hier te zijn. Ja, precies. Ja, ik ken alleen Deventer van de legendes, weet je, zo ver dat het is. Dat is het ook. Het is een andere stad dan Rotterdam. Ja, precies. Dus, en voor de mensen thuis, kan je een beetje over jezelf vertellen? Van waarom zit je hier? Wat is interessant aan jou? Zeker. Ik ben zelf nu werkzaam 1,5 jaar binnen de cryptowereld, blockchain sector. Ik doe een opdracht voor Cardano, maar daar zit ik niet voor. Hiervoor, ik zit voornamelijk om over crypto te praten met jullie. En daarnaast vind ik het gewoon heel erg leuk om over crypto te vertellen. Ik droom erover, praat erover. En dat doe ik dus ook op socials. Op Instagram en op TikTok. En volg jullie ook natuurlijk. En dat. En daarnaast onderhouden we ook natuurlijk een soort van online community. Om mensen mee te nemen in die hele crypto journey eigenlijk. Ja. Okay. Ja, super tof. Veel overeenkomsten denk ik ook wel. Ja, maar ja, 100%. Ik denk dat dat sowieso het begin is voor de meeste mensen, toch? Een gedeelde passie voor datgene waar we voor gaan, zeg maar. Ja. Innovatie, techniek. Ja, toch? Ja. Precies. Hoe ben je zelf in contact geraakt met crypto? Want je zegt 1,5 jaar werkzaam, maar ben je dan pas 1,5 jaar ermee bezig? Nee, het mooie is dat ik in contact ben gekomen met Bitcoin en blockchain bij een bank, ABN AMRO. ik werkte wel op de hipste afdeling van de bank, de innovatieafdeling. Dus we deden daar wel experimenten met artificial intelligence, digitalisatie en ook blockchain. Dus ik kwam toen ook wel in contact met heel veel developers en mensen die bezig waren met Bitcoin. Experimenten gedaan met Hyperledger van IBM om internationale transacties te verbeteren, et cetera. Dus toen begon het al een beetje te rollen. Maar toen was het nog wel heel erg de... omdat ik natuurlijk bij een bank werkte, voor mij was het ook nieuw van... je moet echt niet investeren in Bitcoin, want het is gevaarlijk en het is heel volatiel, wat ook zo was. En het wordt gebruikt door criminelen, wat misschien in het begin ook wel zo was, hè, natuurlijk. Dus al die voordelen, al die dingen, die kwamen voorbij. Dus ik heb toen niet geïnvesteerd erin. Even voor de beeldvorming, toen? Hoe lang geleden? 2015, 2016. Okay. Maar vind ik dit jammer. Ja, weet je, je kan het niet meer terugdraaien. Maar goed, ik weet nu wel iets anders eigenlijk. Dat Bitcoin en crypto aan zich, dat niet alleen maar te maken heeft met criminaliteit. Maar dat het ook mooie dingen kan bieden voor de wereld. Ja, ik vergelijk het wel met normaal geld, toch? We kunnen wel boos worden op een euro omdat een crimineel het gebruikt. Maar goed, de rest van de mens heeft dat ook nodig, snap je? Precies. En iets dat beter is, is gewoon beter, hoe je het bent verkeerd. Ja, toch? Precies. Dus precies. Het is altijd een beetje een zwak argument. Maar ja, laten we er niet omheen draaien. Het is wel, denk ik, ooit groot geworden omdat je ding had als het dark web en zo werd het gepromoot, wat eigenlijk helemaal niet waar is, toch? Ja, ja, precies. Precies. Bitcoin is totaal niet anoniem eigenlijk, maar zo is het wel ooit naar buiten gebracht. Heeft wel voor heel veel economie gezorgd, tractie. Maar goed, ik geloof ook dat een groot deel van de wereld draait op drugs geld. Of het nou gaat over normale euro's of bitcoin, weet je wel. En dan gaan we fiat geld ook niet verbieden of zo, toch? Nee, of, precies. Nee, klopt. Nee, ja. dat heb ik ook. Maar ik denk dat tegenwoordig nu, dat er ook zoveel andere oplossingen zijn, zoals bijvoorbeeld een chain analysis, die wallets kunnen tracken en die transacties kunnen volgen. Dus inderdaad, zo anoniem is het niet meer tegenwoordig. Nee. Dus dat is wel mooi om te zien. Maar je zet me wel gelijk aan het denken, wat je zegt, de hipste afdeling van een bank. Hoe hip kan een bank zijn? Ja, is, nee, wel zeker heel hip. Ik moet zeggen, ik heb sowieso een goede tijd gehad bij ABN AMRO. Ik denk dat ik daar ben ik zeg maar groot geworden qua met op het gebied van werk, zeg maar. Dus no hard feelings. Mm-hmm. Maar innovatie, ja, er moet altijd natuurlijk een plek zijn binnen een bank, zo'n groot instituut, die verder moet kijken dan de eigen business. Dus we waren ook met experimenten, met projecten bezig die onze eigen business opeet eigenlijk. Om natuurlijk gewoon verder te kijken. We kennen natuurlijk de blokkers, de free racket shops, die gewoon niet meer bestaan. Dus je moet je constant zeg maar wel innoveren en op zoek gaan naar nieuwe businessmodellen. En dat is wat we daar deden. En blockchain was een apart onderdeel, zeg maar. Met nog heel veel andere technologieën, hoor, waar geëxperimenteerd werd. En volgens mij hebben ze nu
heeft ABN AMRO een van de eerste hier sowieso in Nederland een bond, een aandeel getokenized op een blockchain en dat verzonden naar een andere bank. Dus mm-hmm. ja, dat ziet er goed uit. Ja, toch? Okay. Maar ja, het is wel een log groot instituut en verandering. Ja, het duurt gewoon lang. Ja, ja, want wat je zegt is waar. Van heel veel bedrijven of businesses verdwijnen omdat er iets is dat innoveert of disruptive is. Hoe keek de bank dan naar iets als blockchain of bitcoin? Want in mijn ogen, als iemand die niet bij een bank werkt, ja. is dit natuurlijk de grootste zwakte. Dus de crypto niet ja. voor... Ja, ik denk binnen het Innovation Center en ik denk ook wel heel veel binnen andere kijk, zeg maar de bank in zijn geheel. Ik denk dat er ook weer specifieke afdelingen waren of specifieke mensen bij een bank mm-hmm. die anders keken tegen blockchain. Ik denk voornamelijk in de omgeving waar ik werkte dat we heel erg dat we wel de potentie zagen. Maar het was altijd wel heel lastig en dat was ook wel onze taak om... om zeg maar de voordelen uit te nutten of in ieder geval het onderzoeken van de businessmodellen. Mm-hmm. En dat gaat met vallen en opstaan. Dus je moet ook zeg maar de manier van hoe je een business bouwt, experimenteren en dat kan gewoon fout gaan. Dat moet je enerzijds meegeven. Mm-hmm. Terwijl heel veel mensen denken van ja, weet je begint iets en het moet meteen succesvol zijn. Maar dat werkt zeg maar niet in de start-up wereld of als je met een nieuwe technologie werkt, want dat gaat met vallen en opstaan. Dat zie je met de prijs van Bitcoin ooit. Het gaat met vallen en opstaan. En Bitcoin die krijgt de ene uitdaging naar de andere, maar gaat uiteindelijk wel weer door. Dus ja, dus dat was wel een uitdaging. Maar ik denk zeker wel uiteindelijk, ja, zoals je nu ziet, hè, ABN AMRO doet nu iets met blockchain, doet echt daadwerkelijk iets. Heeft een product of tokenized een aandeel of een bond is het. Ja, dan zie je wel dat die stappen gewoon er komen, maar het gaat niet zo snel. Mm-hmm. Dus dat is wel wat ik zie. Dus dat, of wat ik vind, is dat grote partijen, instituten, zoals een bank, of het algemeen niet heel snel kunnen innoveren. Mm-hmm. En dan heb ik het anders over digitaliseren. Hè? Mobiel bankieren vind ik geen innovatie, want dat is gewoon bestaande business. Een kantoor, dat digitaliseer je. Maar innovatie is echt verder kijken dan je eigen business en daar dan geld mee verdienen. Dus als een bank zijn inderdaad iets, weet ik veel, iets met blockchain of met AI doen. Wat in een heel ander, wat niet zozeer met financiën te maken heeft, maar wel weer bij een bank past. Dat soort innovaties deden we, zeg maar. Ja, dus het kan sneller, denk ik. Ja. Maar goed, ja. Ja, dat is altijd met banken, toch? Ik denk dat banken heel erg langzaam bewegen. Maar daarom ben ik ook zo benieuwd naar hoe ze er nou echt naar kijken. Want als je te lang wacht met iets wat je business eigenlijk overbodig maakt, mm-hmm. dan kom je wel in het gevaar, snap je? Ja. Kijk, ik denk dat de enige bedrijven die overleven als er iets innoverends is bij de tegenpartij, om het zo maar even te noemen, ze moeten wel aanpassen, anders verlies je. Snap Klopt, je? Ja. En niet alleen omdat banken heel erg traag zijn, ja. denk ik wel dat er een kans bestaat dat ze toch wel in de problemen gaan komen op een bepaald moment in tijd. Ja, dat denk ik ook. Ja, toch? Ja, ja. Ja, nee, zeker. Dat is ook wel iets, dat is de reden zeg maar, waarom zo'n afdeling binnen de bank zeg maar, zich op innovatie richt. Ja. Ja, desalniettemin, als je wel kijkt naar de kwartaalcijfers, dan maken ze nog steeds vies veel winst. Ja, banken met bestaande business. Dus zullen ze ooit weggaan? Ja, ik weet het niet. Misschien zal de rol ook wel veranderen. Dat de voorkant steeds meer, natuurlijk veel meer digitaal wordt. Maar ik ben gewoon interessant. Wel goed om te weten dat banken zich wel hiermee bezighouden. Mm-hmm. Dus die houden alles in de gaten. En wat was zeg maar de ze zijn al een tijdje bezig mm-hmm. met de ABN AMRO, zei je dan. Wat was het sterkste argument om zeg maar er toen niet mee bezig te zijn, maar nu wel? Dat heeft tijd nodig. Dat heeft, ik denk ook vraag vanuit de markt. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij de aanvragen van een vergunning van BlackRock. Mm-hmm. Een paar jaar geleden zei de CEO, we moeten er niks van hebben. Bladibla, het is alleen maar voor scams en dieven en criminelen, witwasserij. En dan uiteindelijk komt de vraag vanuit de markt van hun klanten van... hey, wij zien
steeds meer instituten, bijvoorbeeld de MicroStrategy, die gebruikt Bitcoin. Dus andere partijen die gaan ook naar een BlackRock van, hey, dit is wat we zien. Kunnen jullie ons hierin adviseren? Dus het is puur enkel de vraag vanuit de markt. Institutionele partijen zeg maar bewegen. En omdat natuurlijk een bank is risicomijdend. Ze hebben natuurlijk te maken met regelgeving. Ze mogen niet zomaar een blockchain opzetten of wat dan ook. Mm-hmm. Ze hebben te maken met AVG. Ze hebben heel veel te maken met regelgeving die hen weerhoudt om heel snel innovaties te kunnen bewerkstelligen. Dus dat is ook een heel belangrijk onderwerp. Legal. En dus de introductie van een CBDC versnelt dit proces zo'n beetje, denk ik dan. Ik weet zeker dat ABN AMRO samen met de ING, de DNB, onderzoek gedaan hebben naar... Wat betreft blockchain zeker, ja. Ja. Heb je wat insights voor ons? De CBDC zijn natuurlijk gewoon ook... het verschil is natuurlijk dat... ik heb geen insights, maar ik weet wel dat de verschillen is natuurlijk wel... dat CBDC's is echt door central banks, centrale banken worden uitgegeven. Dus niet onder de commerciële banken als een ABN AMRO. Dus Gartaal en Giraal geld... Dat wordt allemaal uitgegeven door ABN AMRO, commerciële banken, CBDC's, echt puur de Europese bank. En centrale banken in andere landen. Ik denk ook persoonlijk, dat is dan aan de ene kant de adoptie van blockchain in zijn algemeenheid door een bank, centrale banken, dat gaat versnellen. En aan de andere kant denk ik ook dat het een katalysator is voor Bitcoin. Mm-hmm. Omdat mensen steeds meer denken van, ik weet niet of het terecht is. Maar de zorgen over privacy. En ze zeggen wel van, we doen er niks mee. En we zorgen ervoor dat centrale banken en partijen niks kunnen inzien. Dat is in ieder geval wat ze beloven. Maar je weet het niet. Het is heel lastig. En sorry, dat is heel lastig. Ik deed net voor de mensen die niet weten, even inhaken. Dit is een famous sign van CZ. Oké. Okay. It's first they laugh at you, then they fight you, then... You beat them and you win of zo. Ja. Nee, they don't you and you win. Dat kun je niet. Ja, dat is zijn voor. En dat is precies wat hier gaande is eigenlijk. Ja, vandaar ik zo deed. Even. Precies. Dat denk ik ook. Hoe kijk jij ernaar dat centrale banken dan in principe geld uitgeven in plaats van commerciële banken? Want het is best wel een drastisch verschil met hoe het hiervoor gaat, toch? Of nu gaat. Er zit een transitie, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, ik maak me aan de ene kant ook zorgen om de privacy. Want die regels kunnen ook gewoon veranderd worden. Ze zeggen dus nu, we doen het niet. En... Dus dat. Dat is sowieso. Stel, volgens mij het ministerie van Financiën is ook... die is er natuurlijk ook bij betrokken. En die zegt ook, we houden privacy in acht, et cetera. Maar wat als er een nieuw kabinet komt en komt een nieuwe minister of wat dan ook. Mm-hmm. Weet je? Dan kan het allemaal weer veranderd worden. Dus dat is mijn zorg. Mm-hmm. Aan de ene kant moet ik natuurlijk... er komen misschien wel nieuwe diensten waar we nu nog niet vanaf weten. Wat het leven van ons makkelijker maakt met de digitale euro. Dus misschien hebben mensen familie in Europa. En kan zo'n digitale euro natuurlijk vergemakkelijker qua verzenden. Dus zo'n digitale euro zou je dan, dat is even mijn assumptie, gewoon heel snel kunnen versturen naar iemand in Spanje. Met lage kosten. Dus dat zijn weer de voordelen. Misschien... moet ik natuurlijk ook mijn hypotheek en mijn boodschappen voor mijn kinderen en voor mezelf natuurlijk betalen met een digitale euro, weet je. Dus ik denk zelf wel dat ik het ga gebruiken. Maar aan de andere kant denk ik van, weet je, je kan ook gewoon kiezen tussen en de digitale euro en Bitcoin. Dat kan prima naast elkaar leven, denk ik. Als aparte ecosystemen of zo, weet je. Aan de ene kant gebruik ik digitale euro om mijn hypotheek en mijn boodschappen te kunnen betalen. Vaste lasten. En als ik wil, stop ik mijn geld in het ecosysteem van Bitcoin voor store of value, I don't know, om rendement te maken. Of weet ik veel, ik gebruik het om voor andere dingen, want je kunt er ook een reis mee kopen of reis mee boeken. Of er komen allemaal nieuwe applicaties bovenop Bitcoin, waarmee je je Bitcoin mee kunt afrekenen. Misschien gebruik ik dat ook wel. Nou, misschien niet, misschien. Ik denk het zeker wel. Dat ik dan zeg maar gewoon verschillende... financiële stelsels gewoon gebruiken. En dat geeft denk ik misschien meer keuzevrijheid of zo. Nou ja, ik denk wel dat het inderdaad... dat je ervoor zou kiezen voor je vrijheid.
Ja. Toch? Want dat is denk ik niet waar... Ja, misschien ook wel waar Bitcoin voor stond. Maar ik denk dat het wel steeds belangrijker gaat worden met hoe het normale fiat-stelsel zeg maar wordt ingericht, toch? Ja. En hoe zou jij dat doen? Zou jij... Ik zou het liefst het zo lang mogelijk uit blijven stellen. Maar wat een beetje de angst is en wat waarschijnlijk ook afgedwongen gaat worden, dat zien we al met een pandemie bijvoorbeeld, dat je al de 90% van de dingen niet mag als je bijvoorbeeld niet gevaccineerd bent of je laat testen. Ja. Dat het gewoon afgedwongen wordt dat je haast geen keuze hebt dan het te gebruiken. Dat is een beetje wat ik voorspel dat er gaat gebeuren. Maar als het aan mij zou liggen en ik heb de mogelijkheid om het zo min mogelijk te gebruiken of niet, zou ik daarvoor kiezen. Want ik zou niet iets steunen waar ik niet achter sta. En dan probeer ik het zoveel mogelijk te boycotten. En ik ben het met je eens dat het voordelen met zich brengt. Maar laten we niet vergeten dat die voordelen voornamelijk komen uit blockchain technologie. En de CBDC een kwestie is van if you can't beat them, join them. Ja. Dus ja, wil je dan zeg maar aan die aan een centrale bank al jouw vrijheden toevertrouwen, dat ze letterlijk op jouw portemonnee kunnen handhaven of iets wel of niet doet. Met misschien wel jouw mensenrechten die gewoon worden ingeknepen als het ware. Want dat is gewoon iets wat we al hebben zien gebeuren. En dus waar ik ook bang voor ben dat dat alleen maar erger gaat worden aankomende periode. Ja, dan zou ik eigenlijk mensen echt aanraden inderdaad te verdiepen in blockchain, bitcoin. En ben je bang voor koerswisselingen van Bitcoin, verdiep je dan in stablecoins. Weet je daar ook bewust van de risico's die daar weer aan vastzitten. Want niet elke stablecoin behoudt zijn waarde zoals de afgelopen jaren ook hebben gezien. Nee, eens. Dus alles heeft wel zijn voor- en nadelen. Maar goed, ik ben de type persoon die zelf verantwoordelijk wil zijn voor wat ik heb. Maar ik ben ook de persoon die begrijpt dat als ik mijn private key kwijtraak, dat ik niet meer bij mijn geld kan. Snap je? En er zijn mensen voor wie... Wat jij zegt, dat zei je net al mooi, van ik denk dat de rol van een bank verandert. Ik denk dat dat ook wel inderdaad gaat gebeuren, omdat ze... Kijk, het verschil tussen Netflix en een Blockbuster, zeg maar, en bijvoorbeeld een bank, is dat banken dusdanig machtig en veel geld hebben, dat ze die klappen wel... Als er een organisatie of branche is die dit kan overleven, dan zijn de banken het, snap je? Ja. Dus... ik geloof niet dat de banken zomaar omvallen. De kans bestaat wel als ze niet in actie komen. Vandaar ook de vraag net van, ja, hoe snel zijn die banken nou? Of ze worden gered, de overheid. Nou ja, dus dat. Dus weet je, als er een branche is die kan overleven... Zeker weten, dan zijn er. Maar ik denk inderdaad dat de banken meer de rol krijgen van... Oh, ik weet mijn wachtwoord niet meer, weet je, kan je me helpen? Dus dat je altijd juist die centrale partij hebt waar je aan kan kloppen... Waardoor ik niet verantwoordelijk hoef te zijn voor mijn geld. Dat ik altijd kan zeggen, oh, ik ben opgelicht door een WhatsApp-scammer. Ja. Weet je, ik ben nog verzekerd voor mijn geld. En dan kan bij Bitcoin en crypto niet. Dus ik denk dat het inderdaad een afweging wordt. Wat voor soort type persoon ben jij? Wat voor soort risicoprofiel past bij jou? Ja. Hoeveel vertrouwen heb jij in de overheid of centrale partijen? Ik denk dat dat soort vragen steeds belangrijker gaan worden voor mensen. Ook naarmate mensen daadwerkelijk snappen, wat is nou privacy? Wat is nou vrijheid? En mensen gaan zich daar pas in verdiepen als het te laat is en inderdaad die dingen worden ingeknepen. Yep. Ja. Ja, nee, precies. Maar ik denk ook wel dat het dat Bitcoin dan... eigenlijk is het ook wel een beetje een soort van activisme of zo, hè? Ja, tuurlijk. Je eigen stem. En, maar het is misschien ook niet geschikt voor iedereen. Net wat je zegt. Want ze zeggen altijd wel, iedereen wil natuurlijk zijn vrijheid en dergelijke. En ik denk dat het in zekere zin ook wel waar is. Maar ik denk niet dat iedereen ook geschikt is om... Stel dat je heel veel geld in Bitcoin hebt zitten en je bewaart je private key thuis. Ja, kan je lekker slapen dan? Ja, ik weet het niet, hè? Misschien kan de ene persoon dat wel, maar is dat minder geschikt voor iemand anders? En daar zijn natuurlijk wel weer oplossingen voor, maar... Ik ben sowieso geen voorstander van je private key inderdaad maar één private key hebben. Want je hebt een methode dat je dus twee van de drie nodig hebt en dergelijke. Six, ja. Maar het is dus ook zo dat ik doe dus tegenwoordig ook niet meer mijn private key met pen en papier opschrijven. Nee, precies. En sowieso moet je niet digitaal opslaan. Maar je hebt dus van die oploffen dingen van de CryptoTag en dergelijke, weet je wel. Maar het ding is dus, ik herinner nog heel goed, toen wilde ik zeg maar mijn Bitcoin uitcashen. En dat was in een tijd omdat je zeg maar, je bent net bezig met crypto, je begint een beetje te spelen met wallets, je hebt zeg maar 10 A4'tjes met keys. Had ik eindelijk, dus je zit al zeg maar te zoeken naar welke key nou nog inderdaad Bitcoin heeft of whatever.
En toen kwam ik eindelijk bij de key waar het om ging. En dan was het echt zo vluchtig opgeschreven in het moment. Ja, 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 ja. Broer, ik kon heel dat woord niet meer lezen. Snap ja, je? Dus ja, 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 ja. Je kijkt ernaar ja, 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 en je denkt van, hey, wat staat er nou, weet je? En toch, het gaat wel om een paar duizend euro. Wat nog nee, wel, zeker. Als je het verliest is zuur, maar het is wel nog dat je zegt van, ik moet dit wel hebben, ja, je weet toch? Ja. Dus ja, ik kijk zo en toen kwam ik erachter dat zeg maar de eerste drie letters, dat bepaalt wat het woord is. Dus er zijn wel, weet je, meerdere woorden die klopt, de eerste drie letters kunnen hebben. Maar het gaat om de eerste drie letters alleen, om die private key te halen. En die kon ik wel lezen. Dus zo kon ik dus achterhalen wat voor woord er nou daadwerkelijk stond, kon ik nog bij mijn keys. Maar toen dacht ik wel van, wow, je moet echt wel heel secuur en veilig juist, omgaan. Dat is het. Met dingen die je op het moment... Tuurlijk, je weet van, ik moet die private key niet kwijtraken. Maar schrijf hem in blokletters, als je het opschrijft, überhaupt. Met pen, niet in potlood, juist, anders vervaagt het. En ja, dat soort dingen. Ja, misschien twee keer opschrijven, of wat dan ook. Ja, eentje aan iemand anders geven van, joh, hou dit. Die, ja, bijvoorbeeld. Niet ja, weten wat erin. Zoiets, ja. Ik denk wel... Ik ben heel even kwijt hoe het heet, maar voor mij heb je... Dat heet iets van Shermoniac, weet ik veel wat. Yeah. In ieder geval komt erop neer dat je dus inderdaad... ik kan jou een private key geven, maar jij kan ik zelf met die private key. Ik kan jou er een geven, maar jij kan er niks mee. Kan er een in een kluis opslaan, die bank kan er niks mee. Ik heb er zelf een, als er wordt ingebroken, kan je er niks mee. Maar als je dan een combinatie hebt, een soort multisig wallet, ja, weet je. Ja, ja. Twee van de vier of... Ja, is precies. Dus je kan zelf instellen van, oké, hoeveel keys of onderdelen heb je nodig... om nou daadwerkelijk toegang te kunnen krijgen. En ja, transacties kunnen wegsturen en noem het maar op. Ja. Ik denk dat dat op het moment dat je met groot geld gaat werken... gewoon een van de veiligere opties is... Omdat je daarmee dus verschillende plekken en locaties kan toevertrouwen... zonder dat die locaties onafhankelijk van elkaar, zeg maar, toegang krijgen tot je tegoed. En ik denk dat ook wel een learning curve is voor de meeste mensen, toch? Ja. Maar het gaat ook allemaal met de tijd komen, denk ik, hè? Want nu heb je Ledger, Trezor. Het zal echt niet bij deze twee, drie blijven. Nee, ik denk hoe meer adoptie komt voor blockchain... dat er vast wel een nieuw bedrijf, misschien dat Apple... gaat hun eigen hardware crypto wallet maken of Samsung... En ik denk dat die, dat soort bedrijven, die gaan dan met dus heel gebruiksvriendelijk, innovatief, simpel, help service als het fout gaat. Van hun gaat het moeten komen. Ja. De bestaande bedrijven die dus voor adoptie gaan moeten zorgen. Mm-hmm. Maar dus ik denk ook dat het nog eraan gaat komen. Sowieso. Ja. Sowieso. Nee, zeker. Ja. Ja. Zijn er meer beginnerslessen of fouten die jullie hebben meegemaakt in crypto? Ja, ja. Ik heb wel veel fouten gemaakt, maar ik ga niet liegen. Ja, fouten. Te vroeg verkocht. Dus je koopt iets, je weet dus, dit gaat binnen 4 tot 6 weken keer 2 bewijzen van. Ja. En dan hou je niet aan een strategie. En dan verkoop je er na 2 of 3 weken al met een min. Toch? Met een 10%, 20%. En dan kijk je dus 4 weken later, is je gewoon met 300% gestegen naar die dip. En dat is echt van een van de meest voorkomende fouten die ik gemaakt heb. Waar moet ik toegeven van afhankelijk van de tijd in de markt? Natuurlijk de tijd in de markt bepaalt voor oké, hoe parabolisch, hoe exponentieel zullen we gaan. Dat gezegd hebben, ik denk dat we letterlijk op de bodem ergens zullen zijn. Depressie. Je hebt zo'n tabel, ik weet niet of jullie die tabel kennen, dat je verschillende kleuren krijgt en zo. Dan heb je depressie, disbelief, fate, hope, etc. Even de naam kwijt gaan. Die rainbow chart gaan. Juist, die rainbow chart. We zijn letterlijk op de bodem. Naar mijn mening. En ze hebben hem zelfs aangepast van bro. Oh, echt? Dus, ja, man. Oh, ik heb dat niet meegekregen. Je hebt zeg maar, eigenlijk heb je versies van die rainbow chart. En nu en dan worden ze aangepast dat zeg maar de prijs nog past in de rainbow, zeg maar, toch? Oh, okay. En nu hebben ze echt zo'n, voor mij, fire sales dat eraan toegevoegd van, zo laag. Ja, dit moet je gewoon kopen. Ja, toch? Of hey, maar jij bedoelt een andere, man. Maar disbelief en zo. Dat ja, is ik heb het over de Wall Street. Emoties. Wall Street emotie. En we zijn dus naar mijn mening echt helemaal onderaan. Ja, disbelief of zo. Wat is het? No, depressie. Of depressie, je merkt ook, niemand wil iets met de markt te maken hebben. Nee. Als je iets met de markt te maken wilt hebben, stel je gaat long of je gaat short, je wordt gerekt. Ongeacht wat wie nu de markt betreedt, die wordt gerekt. En dat gezegd hebben, de tijd in de markt is cruciaal, want dit soort momenten zijn naar mijn mening de beste momenten om in te kopen. Mm-hmm. Als je dus zocht om iets te kopen. Dat gezegd hebben, vandaag is ook de FOMC meeting dag. Mm-hmm. Persoonlijk denk ik dat het positief zal zijn en dus een positieve prijsverwachting zullen krijgen. Positief met een pauze nog? Juist, dus positief FOMC, dus geen Fed rate hike, maar pauzeren of pivoten. Mm-hmm. Dat gaat dus positief zijn voor de prijs voor Bitcoin en crypto's. Ik hoop niet dat we kwijt gaan, want ik moest best een aardige positie liquidaten, wegens omstandigheden.
Dus ik hoop niet dat we nu al kwijt gaan. Geef me nog een maandje of 1, 2, dan zijn we ready. Maar het ziet eruit dat we gewoon kwijt gaan, heren. Mm-hmm. En ja, de ETF's komen eraan, een heleboel katalysatoren komen eraan. Dus spannend. Ja. Ja. Nou, jij beginles of fouten? Ja, ik denk, ik heb in het begin heb ik ook, ben ingestapt met een tijdens een bullrun. In 2017 ben ik echt vol, echt zelf ingestapt. En dan komt de bear market, dus dan ben ik sowieso veel geld verloren. Dus ja, het instappen tijdens een bullmarkt is voor mij gewoon een grote learning, dat ik dacht van, oh ja, het liefste wil je daarvoor gewoon. Ja, maar dat is altijd achteraf, hè? Dat is altijd achteraf. Ja, precies. Maar dat is dus voor mij in ieder geval een learning. Toen dat gebeurde, was mijn allereerste keer, dacht ik van, oh, wat is het nou? Het ging, wel met duizenden ging het weg. Ik heb het nooit verkocht, dus dat was wel mooi. En ik heb toen daarna niet meteen ingekocht. Wacht even, ik wil even op in. Je zegt dat je hebt niet verkocht, dat is mooi. Nee. Maar zal het dan in Bitcoin of altcoins? Nee, Bitcoin. Oké, ik wou net zeggen. Ik ben gestart met Bitcoin. Heel veel altcoins veranderen ook met cyclussen, toch? Ja, klopt. Nee, voornamelijk altijd wel in het begin altijd wel met Bitcoin bezig geweest. Oké, precies. Dus dat is ook wel voor mij een belangrijk groot gedeelte in mijn portfolio is echt Bitcoin. Ja, oké. Toen ging het dus heel veel geld verloren. Ja, dan voel je die angst. En dan denk je van, ja, wat moet ik nu doen? Toen ben ik niet doorgaan deze jaar. Een half jaar of zo. Dus eerst even huilen en figuurlijk dan. Nee. Maar huilen en rot voelen. Nee. En toen daarna pas na een half jaar weer verder gegaan. Maar goed, toch wel weer een half jaar gemist om niet te DCA'en. Om dan juist dan, zeg maar, juist in de bear market juist... als alles juist tegen zit, dan juist... Gaan investeren, zeg maar. Ja. Dat is voor mij een learning. Dat is voor mij een learning en die doe ik nog steeds. Gewoon en dat volg ik gewoon. Ik kijk eigenlijk geen, voor Bitcoin kijk ik niet naar TA's of naar technische analyses of wat dan ook. Ik kijk gewoon meer naar de hash rate bijvoorbeeld. Dus, all-time high. Oké, interessant. Ik kijk enkel naar de hash rate. Gewoon, all-time high nu ook, toch? Ja. Eng all-time high. Mm-hmm. Precies. Dat is voor mij een indicatie. Doet het netwerk het? En doet hij wat hij moet doen? En is hij veilig genoeg? Zolang hij het doet, transacties goedkeuren en is hij veilig genoeg, dan zijn mijn investeringen veilig. Mm-hmm. En alles, de rest is voor mij wat dat betreft ruis. En tuurlijk kijk je naar de halving en tuurlijk kijk je naar de ETF's, et cetera. Maar als die hash rate zakt, dan ben ik op mijn hoede. Ja. Dat is voor mij een hele belangrijke indicator. Ja. Mm-hmm. Ja, voor mij veel, man. Ik heb ook veel fouten bij anderen gezien altijd. Want ik was ook altijd bezig met communities bouwen of mensen interesseren, weet je. Dus, kijk, jij was er echt vroeg bij. Sowieso zat ik heel vroeg bij. Maar ook, zeg maar, ik ben een heel ondernemer persoon, snap je. Dus altijd ook bezig geweest met of een business bouwen of mensen erbij betrekken. Of, weet je, kijk, en het ding was ook, begin 2017, ik denk ergens maart, februari of zo... Steek 500 euro aan de markt. En 2 maanden later was het 12.000 euro. Tuurlijk ga je dat tegen iedereen vertellen. Van boys, hey, check dit. Ja, precies. Het was, zeg maar, een tijd dat ik net aan mijn huur kon betalen. Ja. En je hebt ineens 12 ruggen daar, weet je. Boys, je voelt de man van de wereld. Check dit. Snap ik. Daga. Ja, toch? Letterlijk zo. Dus ik ben echt ook alles gaan doen. Ik zat toen nog op school ook gewoon echt keuzevakken gevolgd. Om zeg maar te leren beleggen en dat soort dingen, weet je. Okay. Zodat ik ook snap wat ik nou aan het doen ben. Want je staat naar een chart te kijken, weet ik veel, weet je. Mm. Allemaal dingen die je kan aanzetten en noem het maar op. Tuurlijk, je weet wel van hoe je iets moet kopen en verkopen. Maar ik wil het echt snappen, snap je? Ja, snap ik. Dus eindstand, wat zie ik, zeg maar, gebeuren. We hebben, zeg maar, een WhatsApp-groep ook op een gegeven moment met allemaal mensen die erin zaten. Dus ook veel verhalen van anderen meegekregen, toch? Ja, ik heb de gekste dingen meegemaakt, man. Een goede vriend van mij, dat heb ik gewoon persoonlijk zien gebeuren. Hij zat in 2017, kocht hij Digibyte of zo. Super laag in. Ja, hij kocht het voor mij voor 100 euro of zo. Had hij er voor mij ingestoken. Maar hij wilde het ook, zeg maar, veilig doen. Dus op een eigen wallet. Maar wat doet die guy? Hij installeert, zeg maar, die wallet... Maar dit was nog een tijd dat dan die wallets moesten synchroniseren of weet je. Dus heel de blockchain downloaden. Dus nu de meeste wallets, je zet ze aan, werkt, je kan erop sturen, klaar. Maar hij had, zeg maar, een adres gekregen of zo. Hij stuurt daar die 100 euro heen en hij vergeet hem gewoon, weet je. Hij denkt, is het goed zo. Dus op een gegeven moment, hij ik weet niet meer wat, maar een week later of zo, prijs is lijp gestegen, want alles ging snel ook die tijd.
quote me niet exact op een week, maar in ieder geval gevoelsmatig, weet je, misschien een maand, whatever. Maakt voor het verhaal niet uit. Dus in ieder geval, hij wil het weer checken. Heeft hij, zeg maar, dat synchroniseren gepauzeerd of weet ik veel wat, of onderbroken. Maar dat duurde echt een dag of twee dagen of zo om hem echt volledig te downloaden, weet je. Ja, wallet anders. Geld kwijt, daar kon er niet bij. Was het ook echt gelijk weer 5000 euro of zo? Ik weet het quote maar even niet op die bedragen. Maar aanzienlijk bedrag wat nu vaststaat op de blockchain waar hij niet bij kan. Omdat ja, het gewoon weg is gestuurd. Gekocht op een lagere prijs. Kan er nu niet bij. Hij kan het niet weghalen, niks. Andere guy. Die had zeg maar, Litecoin was begin 2017, 15, 20 euro. Ja, dus een andere fout is zeg maar, die ik heb voorbij zien komen, is dat dan een vriend van mij, Litecoin destijds, die stond voor mij op 15 euro of zo in 2017, zoiets. En ja, destijds had je zeg maar ook een website BitConnect. Nu is het ondertussen een legendarische meme, ook vooral hoe dat werd gebracht. BitConnect! Ja, gek shit. En ja, wat er eigenlijk gebeurde is dat hij... Je kon daar zeg maar crypto investeren op de platform. En dan zou je zeg maar elke week 10% krijgen rendement of zo. Weet je wel. Echt zo'n ponzi-scheme. Ja, per dag 1,5. Ja, zoiets of zo was het inderdaad. Elke dag 1,5%, ja. Dus wat gebeurt er? Hij stopt daar zeg maar voor 20.000 euro aan Litecoin in. Met een waarde van 15 euro per Litecoin. Maar ja, BitConnect was een ponzi-scheme. Dus hij kreeg zijn geld niet terug. Kon het niet uitcashen. Hè. Wat gebeurt er of tegelijkertijd of kort daarna... Ja, Litecoin gaat gewoon naar, wat was het, 200, 300, ja, 400 euro per stuk. Dus die 20.000 euro, als hij dat gewoon in Litecoin had gehouden destijds, had life-changing money voor hem kunnen zijn op dat moment. Maar ja, gewoon opgelicht door zo'n Ponzi-scheme, weet je. Ja, andere fouten, wat ik zeg, private keys kwijtgeraakt, afgepakt, weet je, slordig mee geweest. Maar die fouten die maak je ja, gelukkig maar één keer altijd. Dus, en dan begin je ook te beseffen van oké, het is wel with great power comes great responsibility. En dat is crypto echt. Je kan niet zeg maar beide werelden de voordelen willen. Je moet wel echt overduidelijk een keuze maken van hoe sta ik erin en wat past beter bij mij. Maar als je daar echt een goed begrip van hebt, ja, dan is het wel een betere business om in te zitten. En ja, wat je zegt, te vroeg verkopen, er zijn zoveel fouten dingen gemaakt, dingen ingekocht die zijn gecrashed, dat hele Luna fiasco natuurlijk. Ja, allerlei van dat soort ja, fouten die je dan maakt onderweg, maar waar je wel gewoon steeds sterker en wijzer van wordt. En zelfs met al die fouten sta ik nog steeds wel winst ten opzichte van wat er ooit in is gegaan. Ja, dus ik denk wel dat het gewoon ja, positief is om er op die manier mee te kijken. En ik geloof ook dat dit nog steeds de moment is om met crypto bezig te zijn. Om nog steeds winst te kunnen maken. Om nog steeds deze cyclus mee te pakken. En daar had ik toevallig gisteren ook een gesprek over met iemand die zich dan had ingeschreven voor de leerprogramma's, zeg maar. En hij zei ook van ja, ik doe dit niet per se om rijk te worden of iets. Maar ik geloof wel dat dit, ja, dit de tijd is. Want ik ga hoe dan ook... Hij zegt van, ik denk dat ik sowieso 6 maanden mee bezig ga zijn, voordat ik überhaupt winstgevend word. Dat kan ik beter nu doen, dan dat ik het doe op het moment dat die boelmarkt start, na de halving. Facts. Ja, keihard gelijk in geven. Ik heb er gelijk in. Dat is ook de reden waarom we iedereen proberen wakker te maken. Ga er nu mee bezig, want wat jij zegt, iedereen is bang voor de markt. Maar dit is juist het moment om ermee bezig te zijn. En straks gaan mensen weer instappen. Yep. En dan inderdaad in een boelmarkt, wat al totaal niet handig is, prijstechnisch gezien... Maar dan heb je ook nogal die learning curves en zo die je moet meemaken. Dus het is een en al chaos, man. Ik zou gewoon, doe jezelf gewoon een favor en ja, wees ermee bezig. Ja. Op zijn minst. Ja. Ja, of als je dan, dan toch dan start in de bull market, dat je dan niet, als die bear market dan komt, dan volledig ermee stopt. Weet je, dan begin je misschien wat later. Weet je, iedereen is natuurlijk gewoon een keer begonnen. Maar ik denk dat dan de learning is dat je dan niet stopt. Daarna met inkopen. En ja, dat is in ieder geval wel wat ik heb gezien. Hoe kijk je naar deze cyclus dan? Denk je, is de laatste cyclus om grof geld te maken? Ja, het interessante is wel dat iedereen het weet, zeg maar eigenlijk al. Het data is inderdaad, we hebben er nu, wat is het, 3 cyclussen gehad volgens mij. Dus iedereen verwacht wat. En iedereen denkt dat die bull market komt. Ik denk ook wel zeker dat die komt. Maar op de een of andere manier is iedereen er wel op voorbereid. Dat was met voorgaande cyclussen natuurlijk niet zo. Hè? Omdat het nog gewoon toen moest gebeuren. Dus ik ben al heel benieuwd wat dat voor effect heeft, zeg maar. Want dat is een beetje de delta nu ten opzichte van de andere cyclussen. Dat iedereen het eigenlijk weet.
soort van, ja, oh ja, de halving komt dan. En is dat een goed ding of een bad ding? Ja, dat weet ik. Misschien je ziet wel eens van die grafiekjes van, 500 dagen daarvoor is het dieptepunt. Mm-hmm. En 500 dagen daarna, ik noem maar eventjes wat bedrag, ik weet niet de exacte dagen, is de top van de markt. Misschien verandert dat wel, omdat het allemaal ingeprijsd wordt of zo. Ja. Misschien dat. Maar ik denk dat die bull market wel komt. Ja. Dat is voor mij ook persoonlijk een exit-strategie. Niet volledig, maar wel eentje die ik goed in de gaten hou. Als hij weer all-time highs gaat maken, dat ik toch wel een deel van mijn portfolio daar winst op ga pakken. Dat is ook wel een learning voor mij, dat ik dat wel ga doen. Gewoon even uitcashen. Komende bull market. En de corolie halen. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Misschien ga ik het gewoon wel houden en dan weer instappen in de volgende cycle. Ja. Okay. Dat is denk ik wat ik eerder ga doen. Ik denk dat de markt sowieso verzadigt, weet je. De markt verzadigt, de grote spelers gaan er straks instappen. Bitcoin gaat een gigantische schaarste krijgen, die zal door het dak gaan. Mm-hmm. Maar ik cash uit op basis van tijd, gewoon op de halving, want dat werkt keer op keer op keer. En ik ben met je eens dat mensen het nu weten, maar als wij op straat gaan en we vragen het. Iets is al drie keer in het verleden gebeurd. Ja, mensen hebben drie keer afgelopen fucking 15 jaar life-changing money gemaakt. Heb jij Bitcoin? Niet meer bezig. Mongols gewoon, met alle respect. Ja, yeah, man. Ja, sorry. Maar zitten wij dan in een bubbel misschien ook? Nee, dat wij denken van. Alles los van ons is een bubbel. Ja. Dit is niet de bubbel, dit is de waarheid. Dit is boven water. Ja. En waarom je dat zegt, zullen we zien over een jaar of twee. Ja, eens. We weten het natuurlijk niet met zekerheid. Nou ja, dat is eens. Het ding. Kijk, dat stukje onzekerheid dat de meeste mensen hebben, is mm-hmm. waardoor ze zeg maar bang zijn voor zichzelf te kiezen. Want dat is Bitcoin aan het eind van de dag gewoon. Mm-hmm. En ik denk dat die mensen die gaan gewoon ongelijk hebben. En dan is het gewoon totje zo. Nee, maar het is gewoon schapengedrag, hè. Want als BlackRock, die beheert gewoon de hele wereld eigenlijk. Mm-hmm. Nieuws, scholen, ziekenhuizen, financiële diensten, alles eigenlijk. Waar het op neerkomt is, hebben we ook vaker in de podcast over gehad, zij wachten tot hun playing field ready is. Mm-hmm. Ze weten al dat Bitcoin een antwoord is, toch? Maar om niet iedereen op Bitcoin te laten springen, geven ze dus Bitcoin negatief sentiment of kom negatief in het nieuws. Koop geen Bitcoin, het is niet goed, is dit niet goed. Maar achter de schermen zijn zij wel miljarden Bitcoins aan het inkopen, as we speak. Mm-hmm. As we speak. En gepaard met de scarcity. Ik denk dat dus we de kracht zullen zien van een aandeel dat schaars is. En het blijkt dus dat na de volgende halvering, dat dus in maart of mei, april 2024 zal plaats moeten vinden, Bitcoin gaat van een digital asset naar een scarce digital asset. Dit gaat de eerste aandeel zijn waar dus, die dus schaars gaat zijn. En dat gepaard met de exponentiële vraag, ja, van de ETF's, van de CBDC's, van de katalysatoren, van de Fed die gaat pivoten. Er zijn zoveel dingen. Precies. Het zou me niet verbazen, mijn punt die ik wil maken is, het zou me niet verbazen als we dus een Bitcoin van 1 miljoen zullen zien deze run. Don't quote me on this. Mike weet, ik sta altijd bekend om best extreme price predictions te doen. Maar omdat ik weet wat het waard is. Mm-hmm. En als het niet gebeurt, is het niet, ik heb ongelijk. Nee, er is iets gebeurd of een entiteit die dat heeft gedwarsboomd. En dat is dus bij de vorige cyclus het geval. Ja. Dat is met FTX en Sam Bankman-Fried, et cetera. Maar dat is allemaal foreplay. Dus even foreplay voor de big show. En die big show komt eraan. En dat is dus 24-25. Ja. Nou ja, wat gevaarlijk is in jouw uitspraak is dat je er een tijd aan bindt. Maar wat je heel terecht zegt is, je weet wat het waard is. En als we weten wat het waard is, weten we dat het meerdere miljoenen gaat zijn. Maar hoe kijk jij naar de prijs van Bitcoin? Wat denk jij? Ja, ik denk zeker ook wel een miljoen. Ja, daar gaan we zeker wel naartoe. Het is misschien een beetje onvoorstelbaar of zo. Omdat hij nu natuurlijk. Nee, ik denk voor heel veel mensen is het niet voor te stellen. If you know, you know. 1 miljoen. If you know, you nee, know. Eens. Maar ik denk dat heel veel mensen dat dan denken van, hey, weet je, die drie jongens hier die denken echt, van, hè? Wat hebben jullie gerookt hiervoor? Dat maakt niet uit. Nee, maar ik denk gewoon, ik denk dat het een heel makkelijk is. Ik denk dat het een simpele verklaring ervoor is. Is omdat inderdaad, er is gewoon 21 miljoen aanbod aan bitcoins. Dat blijft. Die vraag, en dan natuurlijk de assumptie die van een miljoen is natuurlijk dat die vraag naar Bitcoin alleen maar omhoog gaat. Mm. En je ziet natuurlijk signalen, mm-hmm. landen omarmen het, mensen omarmen het, ETF's, BlackRock.
Dus die vraag wordt alleen maar steeds groter, maar het aanbod blijft nog steeds. Precies. Dus dat blijft dan alleen maar groeien. Dat is gewoon een hele simpele economisch begrip. Als het aanbod blijft, de vraag gaat omhoog, dan gaat de prijs omhoog. Zie je bij de huizenmarkt. Huizenaanbod blijft eigenlijk in principe hetzelfde. Maar de vraag is hoog naar huizen. Dus de huizenprijzen gaan omhoog. Ja. Vastgoed is niet schaars. Ja, je kan nieuwe, gebouwen bouwen. Nee, eens. Maar het is niet capped. Je kan nieuwe gebouwen plaatsen. Nee, precies. Ja. Precies. En dus daarom, dit, ik denk echt dat we de kracht zullen zien. Misschien moet ik niet in 2 jaar aangeven. Maar het zou me niet verbazen als Bitcoin naar 10 of 15 miljoen gaat bij 2030. Snap je? Ik ga het nog enger maken. Maar mensen snappen niet wat dus iets inhoudt dat schaars is. Omdat sinds het bestaan van geld, of aandelen, obligaties, was er nooit een cap. Als er dus ooit een cap behaald was, dan gaan ze opeens schalen. Oké, je krijgt 1 op 10. Toch, dus voor 1 miljoen maken ze 10 miljoen. Je hebt 1, je krijgt 10. Dus zo maak je dus... verwateren die aandelen. Juist. Mm-hmm. En dat doen ze al sinds 1700. I don't know. Er is nog nooit iets geweest waarbij dat niet mogelijk is. En ik denk dat we de kracht daarvan echt zullen zien. En het gaat echt niet stoppen bij 1 miljoen. Echt totaal niet bij 1 miljoen. Vooral als er 6 miljoen bitcoins kwijt zijn. En er kunnen nog 2 miljoen bij komen. Ja. Guys, do the math, man. Je weet toch? 1 plus 1 is 2, man. Oftewel, 1 BTC is 100 millis. Ja, we gaan het doen. We geven er geen tijd aan. Nee. Maar in onze levensspan gaan we zeker meemaken dat 1 bitcoin 100 miljoen is. Ja. Helemaal mee eens. Ja. Ja. Zijn er nog leuke quotes of interessante weetjes? Want jij zei ook iets van 90% van de traders zijn verliesgevend. Wil je daar even iets over te... Ja, ik denk dat 90% van de traders inderdaad verliesgevend zijn. Dat heeft allemaal te maken met of stoppen. Omdat het gewoon zo complex is. Dus ze doen het maar eventjes erbij. Mm-hmm. Mensen werken van 9 tot 5 en doen traden erbij. Gaat volgens mij niet werken, want het moet gewoon echt dedicated moet het zijn. Want het is gewoon een fulltime job, denk ik, hè, dat TA. Ik heb het zelf een beetje geprobeerd, dus ik weet wel, ik ben geen trader overigens. Dat is de reden. Nou, je hebt natuurlijk concurrentie met bots, AI. En je hebt natuurlijk concurrentie van echte professionele traders. Ik zeg niet dat het kan wel. Er is een 10% die wel winstgevend is. En die ken ik persoonlijk zelf ook wel, die echt traden als hun baan is. Ze leven van traden. Die mensen ken ik echt en dat heb ik echt gezien. Dus het kan, zeker. Maar daarom die kanttekening dat 90% daarin faalt. Maar dat heeft te maken met motivatie, Telegram bots of bots. En concurrentie van die 10%. Ja, en discipline. En discipline. Ja, ik vergelijk het altijd heel risico simpel management. Van, oké, laten we niet doen alsof heel Wall Street verlies staat te maken, snap je? Dus ja. Hele branches, bedrijven, banken die hier werk van hebben gemaakt. Precies. Kan ik een dokter worden? Ja, maar als je me nu aan een operatietafel zet zonder enige informatie, kennis, en je laat mij een lijf snijden na 90% kans dat die persoon komt te overlijden. Ja. Maar geef je mij een goede educatie, hè? Laat jij mij een aantal jaar studeren, oefenen op dingen die nog geen mens zijn, weet je. Eens. Dan kan ik uiteindelijk opereren als dat mijn passie is en wat mijn doelstelling is. En zo moet je traden ook zien. Ik vergelijk altijd in mijn salesgesprekken traden met architect zijn, weet je. Kan je nu een flatgebouw maken? Nee, tuurlijk niet. Maar ga jij inderdaad een jaar leren hoe het moet? Ja, natuurlijk, dan wel. En zo werkt het met alles in het leven. Dus een mooie vergelijking. Het is heel simpel. Op het moment dat jij nu inderdaad de markt op gaat en je gaat gewoon blind lopen treden, ja, dan ga je verlies maken. Ja. Maar het is ook zo als je nu een gebouw gaat ontwerpen of gaat leren tekenen of gaat dit of dat. Weet je, het zit hem gewoon echt letterlijk in die tijd die je erin steekt en hoe lang je ergens mee beter bezig bent en of je er daadwerkelijk... ja, ook nog goed in bent of niet, weet je wel. Ja. Maar laten we niet doen alsof flatgebouwen niet staan, artsen niet bestaan en goede traders niet bestaan. Zo is het gewoon. Eens. Facts. Eens. Ja. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. No. Ja. Ja, en ik denk, volgens mij doen we dat ook in onze beide Discords, delen we iets van trade setups. En er zijn gewoon handvatten natuurlijk. Ja, tuurlijk. Om het vak, zeg maar, te leren. Ja, wij zitten in livestreams. We staan gewoon super simpel in de markt te betreden. En het is gewoon elke livestream, kijk, dit zeiden we vorige week, nou, het is gebeurd. Niet het staat gewoon letterlijk in de prijsactie, zeg maar, geschreven wat er hoogstwaarschijnlijk gaat gebeuren. Ja. Natuurlijk, je hebt altijd dingen die dan alsnog anders kunnen gaan, et cetera. Maar ja, met een goed risicobeheer en als je op de juiste momenten inderdaad jouw prijspunten bepaalt, maak je gewoon winst. Zo simpel is het gewoon. De fouten zitten voornamelijk in
geen geduld hebben, laten leiden door emotie, FOMO hebben, direct werken met leverage, geen goed risicobeheer hebben. Als je al die dingen gewoon voor jezelf uitschrijft in een tradeplan en je gaat ermee bezig, maak je gewoon winst. Klaar. Ja. Kan mij niet vertellen dat als je al die dingen meeneemt, dat je dan nog steeds verlies maakt op de markt? Kan. Dat kan. Dat is altijd een uitzondering. Manipulatie. Ja, oké, tuurlijk. Als de markt gemanipuleerd is, dan kan je er niks aan doen. En dat is dus... Ik heb getraind. Dus vandaar ik weet van, dit... Iets klopt er niet aan de markt. Dus als je alle stappen die je net hebt uitgelegd toepast... Tuurlijk ben je winstgevend. Maar zeker 4 van de 10 ga je ook verliezen. Ja, maar dat is gewoon de markt. Ik zeg niet dat je de verkeerde trade. Nee. Dat is niet wat ik zeg. Maar het gaat er wel om dat als je al die dingen meeneemt... je jezelf op de juiste... Zoveel mogelijk kansen geeft wel winstgevend te zijn. Zeker. Dan 6 van de 10... Er zal altijd wel een pechvogel zijn die inderdaad al die dingen meeneemt. Dat is nog veel zeker. Dat heb je altijd wel. Maar goed... Keuzes. Ja, dat is lijf, man. Nee, maar volgens mij is er geen één trader met een winrate van 100%. Nee, dat bestaat niet. Als iemand dat zegt, pretendeert, dan kan... misschien een bot. Misschien. Zo'n sniperbot. Wat ik heb gezien bij die fulltime traders is dat ze zeg maar alle trades bijhouden van een maand. Ja. En dan terugkijken van de winrate uitrekenen. En dat dan gewoon per maand vanaf begin maand, einde maand, hoeveel trades en wat is het gemiddelde. Moet dan gewoon winstgevend zijn. Dan, that's it. Okay, wat wij in die masterclass vertellen is van je zou eigenlijk pas de markt op moeten gaan als je 8 van de 10 analyses goed maakt. Ja. Maar het ding is, als jij zeg maar een risk-reward ratio bij bijvoorbeeld Forex gebruikt van 1 op 3. En je hebt zeg maar 3 van de 10 trades goed, draai je break even. Dus als je zeg maar letterlijk 6 van je 10 trades verkeerd hebt, maak je nog steeds lichte winst. Mm-hmm. Ja, zou ik dan aanraden de markt op gaan? Nee, maar mijn punt is wel van het beeld is zeg maar van je moet alles goed hebben. Nee, totaal niet. Nee. Mijn boys die hebben zeg maar minder dan de helft goed van hun analyses maken money. Mm-hmm. Ja. Dus dat moet al genoeg zeggen. Het zit echt in die fouten eromheen, waardoor zeg maar mensen verkeerde dingen doen. En het is echt gewoon geduld, man. De meeste mensen hebben geen geduld. Dus met alles in het leven. Ze hebben geen geduld. Thanks. Als jij geduld hebt, dat is ook bijvoorbeeld gisteren. Gisteren kijken we naar de prijs, Bitcoin breekt uit. Nou, voor de mensen gratis informatie. Je kijkt naar de technische analyse van Bitcoin. Boys, dit is een moment dat je niks doet. Je wacht. We zijn net uitgebroken. Als die hoger gaat, komt hij wel terug naar dit punt. Dus dan ga je op de confirmatie pas instappen. Juist. Voorlopig, en dat was trouwens eergisteren, dus we zagen dat hij eronder ging. Nu zien we gisteren en vandaag dat hij wel weer boven dat punt is gekomen. Maar op het moment zie je dat niet. Mm-hmm. Je ziet de prijs afnemen, maar gaat weer eronder. Ik zeg, nou zie je nou, boys. Dus het is of je wacht helemaal dat je eronder zit, of we gaan naar die range erboven en dan wacht je tot een retest of wat dan ook voordat je weer inkoopt. Maar nu doe je helemaal niks. Ja, maar hangt ook van je perspectief af, hè? Want stel je ging om short. Kijk, als je in wilt stappen om long te gaan, zou dat niet verstandig zijn. Oké, tuurlijk. Dat kan ook. Dus je hebt nog verschillende manieren om iets te benaderen natuurlijk. Maar mijn punt is meer van, als we even het hebben over spot inkopen, dus het echt inkopen van crypto of wat dan ook. Heel veel mensen die zien de prijs tegen, boys, de prijs gaan we FOMO, dan gaan ze kopen. Nee, dat is niet hoe het gaat. Maar het is ook niet de tijd en de markt. We zijn daar nog niet. Nee, precies. Ja. Maar dat is echt het essentiële verschil, weet je. En ik denk dat dat echt belangrijk is. En in andere momenten, als we dan kijken naar een week geleden of zo, prijzen crashen enorm. Mm-hmm. Mensen zijn bearish, het gaat helemaal fout. Thijs in de Discord. Ja, voor mij een absolute buy. Nou, die man heeft gewoon doeken gemaakt, snap je? Dat is het mooie eraan van traden. Maar de meeste mensen, ik denk dat is die 90% die er naar kijkt. Een zakkende prijs, ik ga het verkopen. Die gaan get mee. Out. Mm-hmm. Heel veel mensen gaan mee in wat de prijs doet. Terwijl, wat jij terecht zet, je moet het andersom doen. Nu in de bear market, kom je in. Ja. Boelmarkt, ga je lossen, snap je? Ja. En dat is het ding, je moet zo, maar dat is mij altijd makkelijk, ik ga altijd al tegen de richting in. Ja, ik vind het ook best makkelijk hoor, dus ik heb daar geen moeite mee. Dus misschien is dat ook de reden waarom traden me zo goed afgaat, omdat ik zeg maar tegen de richting in kan denken. Maar dat is zo essentieel, de juiste momenten doen en niet doen wat je denkt dat je moet doen. Ja, als je me volgt. Ja. Ik denk dat het een mooie learning is, dat je gewoon contrair moet beleggen, of eigenlijk tegen de meute in. Als iedereen zegt, je moet het niet doen en prijzen zakken, inderdaad. Doe het. Juist erin gaan. Ja. Heel eens. Mooi. De laatste afsluiters of dingen? Ik wil het graag hebben over de tijd in de markt. Maar met wat aangekaart worden in de depressiezone zitten eigenlijk. Niemand wil er wat mee te maken hebben. En iedereen die er wat mee te maken heeft, die wordt gerekt. Als je long of short bent, maakt niet uit. Ik noem dit...
de stay safe zone hebben. Een paar podcasts ook over gehad, stay safe. Mm-hmm. En met stay safe bedoel ik van jongens, je ziet een optie, je kan je tenen nat maken als je dat wilt, maar het hoeft niet. Toch? Totdat de halvening van volgend jaar gebeurt. En dan is het geen stay safe meer, maar dan stay aggressive. Want dan moet je pakken wat je pakken kan. En dat gezegd te hebben, denk ik, net als in 2019 dat er de pandemie opeens kwam. Ik denk dus aanvullend op wat jij zei, iedereen weet dat het gaat gebeuren. Gaat het tegenovergestelde gebeuren. En ik verwacht dus dat er een crisis gaat komen bij die tijd. Mm-hmm. Don't quote me on this. Ik ben echt zwaar speculeren. Ik heb een Google-bril op, weet je, dat is nonsens. Maar ik denk dus, omdat dus iedereen verwacht van oké, vanaf nu komt de halvering. Prijs gaat kwijt. Gebeurt het tegenovergestelde. Prijs valt. Maar die val, dat is de buying opportunity for lifetime. Waarom zeg ik dat? In 2019 zagen we het ook. Bitcoin was van 14k gevallen naar 3,5 of 4k. Mm-hmm, mm-hmm. 1 jaar later was het 70. You do the math on that. Dat is mijn laatste advies. Stay safe, dat we agressief kunnen zijn. Alles pakken wat we pakken kunnen. En dat is naar mijn mening, ik word agressief mei volgend jaar. April volgend jaar. Ja, nee, ik wou sowieso jullie bedanken dat ik hier in deze podcast mocht komen om te praten over crypto, bitcoin. We hebben zelfs banken meegenomen. Die zag ik even niet aankomen, maar dat is juist alleen maar mooi. En ik denk ook inderdaad, ja, safe zijn inderdaad, weet je. Het is, vind ik ook heel erg belangrijk. Het is ook goed om gewoon af en toe gewoon die fouten durven te maken. Met beleggen, hè, zie je het als fuck you money of leergeld. Ook al ben je een trader of ben je een hodler. Voornaamste zaak is dus gewoon dat je begint. En inderdaad een lange beleggingshorizon neemt. Van zeg, weet ik veel, 10 jaar. Als je bijvoorbeeld hodelt. En ja, weet je, dan komt het uiteindelijk altijd maar wel goed. Ik denk dat ik wel heel specifiek moet zijn over bitcoin. Dan kan ik wel met zekerheid zeggen dat gaat groeien. Altcoins hier en daar wat minder, omdat het veel meer speculatief is. Dus ik houd voor nu, zeg maar, de uitspraken voornamelijk om bitcoin. Ja. Kijk, guys, claim sowieso je gratis 10 euro crypto via de link in de beschrijving van de video. Gratis cryptocursus. Als je wilt beginnen, verdiepen in crypto, check die dan ook via de link in de beschrijving. En alle betaalde leerprogramma's zijn nu maar 30 euro per maand maandelijks opzegbaar. Dus check die ook in de leeromgeving. En ja, check sowieso Sharif Studio Crypto. Ik denk dat ik ook die links even in de dingen zou zetten. Ja. Top. Waar moeten de mensen je volgen, checken? Ja, als je me wilt volgen op Instagram, studiocrypto.nl en op TikTok ben ik ook te volgen. Ja, dus ja, daar vind je eigenlijk ook alle links naar wat wij te bieden hebben. Ja, ja, dat zeker doen. Ja. Cool man, thanks voor checken. We zien jullie vrijdag, Arnhem. Zie, helaas is niet meer gelukt. Nee, ja, ik was ziek, man, mensen. Dus we zijn vrijdag niet gegaan. De kleine lekking daar, maar aanstaande vrijdag dus wel. 2 uur, be there or be square. En like iets, comment iets, share iets. En we see you next time. Stay safe, people. Ciao.